Deze scène heb ik eruit gehaald. Maar zoals u ziet heb ik ze weer netjes teruggeplaatst. Die had ik nodig omdat men me met 15, 20 man wilde vastpakken en me wilde volspuiten met wegspuiten vanwege een balletje wat ik gooide. Ik vervuil me kapot, ik mag met niemand contact onderhouden, ik mag niet van mijn kamer af. Dit is de hele tuin voor mij alleen. In de tussentijd heb ik dit maar met de hand gesnoeid. Ik ben nog niet klaar, ik ben er nog een beetje mee bezig. Daarachter zie je een hele zak vol met, dat is al pittig ingeslikt, er ligt er wel 50 kilo aan groen in of zo. Ik heb tal van mierennesten heb ik opgeruimd. Hier zat de mierennest, daar zat de mierennest. Daar heb ik het lessen beetje tabak wat ik in mijn shack had, zware shack had, heb ik gemengd met water en een tijdje laten trekken dat de nicotine in het water zat. En dat heb ik dan over de mierennesten gegoten. Nou, tijdens het regen heb ik, komen al de naakslakken rond, lopen daar rond. En ik heb hier een heel bekertje vol met naakslakken. Een stuk of 50 of zo, denk ik, ondertussen. Ja, kijk, daar zit er weer een, dus die kan ik straks even pakken. En even pakken en dat ik hem in dat nicotinewater gooit, dan gaan ze dood, hè. Nicotine is giftig. Ook voor mij, maar een klein beetje gif is altijd goed voor een mens. Zolang het maar een klein beetje is. Gif kan ook als medicijn dienen. Hier heb ik een plantje ingezet. Er zitten nagels aan. Dan heb ik hier zand met een stokje er doorheen in de grond. Maar dat is nou niet nodig omdat het nou regent. Ik zie daar trouwens nog een naakslak. Die kan ik dadelijk ook even pakken. Hier hong een bloem deze kant op. Die was afgeknapt. Dus hij was al afgeknapt. Dus heb ik hem maar binnengelegd. Even kijken hoor. Ja. Dus daar had ik die stenen weggehaald. Hier heb ik. Ik heb al een aantal appelen gegeten. En hier zitten appelenpitten in. Ik hoop dat ze willen ontspruiten, maar we hebben een paar mooie dagen gehad. Hier zie ik dus een slak en daar een slak. Die moet ik straks nog even wegpakken. Nou, ik heb hier alles schoongemaakt. Ik heb hier allemaal van die witte windplanten al weggehaald. Ik moet dit nog een beetje met de hand snoeien. Dat doe ik gewoon, net alsof je kookbladeren aan het, aan het plukken bent of zo, weet je wel. Dat heb ik met de hand gedaan en dan ga ik dadelijk. Ja, het is een beetje een regenachtige dag, wil ik eigenlijk dat er nog doen. Ook na de rechtspraak, aangezien ik een brand heb gehad in mijn eigen woning, voor het eerst, was ik daar behoorlijk van geschrokken. En ik wilde de veiligheid van het gebouw controleren, of het gebouw waar ik nu zit wel veilig is. Dus heb ik hier op de bar gestaan, ben ik daar al boven met de sigaret in mijn hand constant rook daar aan het blazen geweest. Het rookalarm ging niet af, dus met andere woorden, ik zit hier op een onveilige plek. Mocht die brand uitbreken, dan doet deze rookmelder het niet. Dat, maar daar hebben ze ervan gemaakt dat ik, ze zagen me hier staan op de bar. Ik stond hier op de bar en blies rook met een checkie, blies ik rook naar de rookding. En toen zagen ze dat doen en daar hebben ze in de papieren geschreven dat ik van plan was om het hele gebouw in de fik te steken, wat dus niet waar is. Ik wilde alleen, aangezien ik zo geschrokken was van de brand, wilde ik controleren of dit brandalarm het wel doet. Maar die doet het dus niet. Ik kan in principe rustig een checkje hier ook hier binnen, want dat ding gaat toch niet af. Daar heb ik voorlopig maar even die bloemen ingezet. En met wat steentjes en vocht en zand en zo, zodat ze, dat ik het een beetje gezellig gemaakt heb. Nou ja, goed, dat is dat balletje wat ik tegen het raam gehoord heb. Die heb ik al in de vorige video laten zien. Dus de brandalarm, rookmelder, die werkt dus niet hier ook. Ik heb de hele tijd, ze beloven me iedere keer alles als ik iets vraag. Maar ze komen nooit een belofte na. Ben ik nou bezig dezelfde vloer maar te dweilen. Want als ik uit de douche kom, dan loop ik over een vieze vloer. Ik heb het tot, hier moet ik nog een klein beetje, hier,
de sporen van het bed, dat moet ik nog even met een dweil. Want die handdoeken zijn toch smerig, dus die moeten tot de was in. Dan heb ik hier al even mijn schoenspanners. Dat is voor mijn schoenen om die kruik eruit te halen. Dan heb ik daar even zo neergezet dat die deur in ieder geval even open blijft. Want hij klapt nogal pittig hard dicht en dat is vrij irritant voor andere mensen. Dit zijn vuile handdoeken, dus die gebruik ik nou even om de vloer te dweilen. Ik heb de hele douche ook maar schoongemaakt, want ik mag geen contact met niemand maken. Ik mag ook geen contact maken met de andere afdeling. Ik mag hooguit even een bakje koffie gaan halen, maar als ik even met iemand zeg goedemorgen en hallo of wat dan ook, dan springen ze wel uit hun vel en dan moet ik direct terug naar mijn kamer. Want ze worden nerveus van me omdat hun begrip nogal traag reageert en dan worden ze nerveus van mij. Dat is eigenlijk hun probleem natuurlijk, maar ja, er is zo'n vrouwtje die is nogal pittig geïrriteerd op mij. Waarschijnlijk heeft dat wel met de periode van de maand te maken dat ze of al op de rode brommer is of eerdaags op een rode brom is. Dan zijn die vrouwen erg dus die zijn eigenlijk niet zo voorreden vatbaar. Nou, dat is mijn kamer dus. En gecheckt of de rookmelder het doet en die doet het niet. Dus ik zit op het ogenblik zit ik in een onveilige situatie. En ze willen me, ik moet constant, en mijn spullen en mijn telefoon wordt in beslag genomen. Dat wordt achter slot gezet, dus ik kan 's avonds geen contact houden met mijn persoonlijke contacten. En ook niet met YouTube. In principe mag ik dus niet filmen, maar ik doe het lekker wel. Ik ben gewoon even dwars. Kijk, ik zet geen mensen op de video, dus het lijkt mij dat, en ik moet er toch iets op de YouTube kunnen zetten. Maar zoals je ziet, ik ben geen stratenmaker, dus. Maar als je het zo bekijkt, dan kan je niet zeggen dat het slecht is ingelegd, zou ik denken. Zo. Dat ik het wel vrij netjes gedaan heb. Zo. En ik heb daar die slak heb ik ook al laten zien. Die twee zal ik er dadelijk nog even in het water gooien. In nicotinewater, wat ik hier al heb liggen. Dan zijn de meeste slakken zijn weg en de meeste mieren zijn ondertussen ook weg. Ik heb alle onkruid onder de tegels gedaan, daar heb ik nog een paar stukjes. Ik heb hier al op dikke wortels van dissels, die krijg ik wel uit, maar dan moet ik een steen eruit halen. En dat mag ik dus niet. Dus daar heb ik ook nicotinewater over gegooid op de hoop dat ze niet meer terugkomen. Dus een beetje groen achter, nou gaan een beetje groen her en der, wat ik daar even weg kan halen. Dan ga ik straks weer verder met dit, maar het is een beetje regenachtig weer, dan pluk ik dat zo iedere keer af. Hè. Alles wat te lang is, dat, als je kijkt daar, dat is al veel te hoog, zie je. Dus dat was even een kleine update. I wish you a great day.